Gaan we gewoon door? Moet ik het... Ja, het is om en om, ja. Ik ben helemaal bovenaan. Waar was jij toen de corona uitbrak? Dat weet ik niet meer. Echt niet? Nee, ik weet het niet meer. Zo lang geleden alweer. Nee, ik heb geen idee. Waar was jij? Ik was in San Diego. Ik weet nog heel goed. Want ik ben begin januari naar San Diego voor werk gegaan. Om te werken aan immuniteit tegen luchtvirussen. En dat was niet corona gerelateerd, want toen wisten we maar net dat er een coronavirus was, maar nog niet dat het deze grote van een uitbraak zou krijgen. Nou, ik herinner me dat heel goed, omdat mijn vierde kind is geboren op 9 maart. Ah, de dag dat de eerste maatregelen zijn ingevoerd. En ik weet nog dat Gommers op de afdeling is gekomen van, joh, dit is er aan de hand. Wat vinden jullie hiervan? Hoe voelen jullie je hierbij? En dat was eigenlijk een beetje het begin van iets waarvan we nog eigenlijk geen idee hadden. Want het was op de een of andere manier, en ik denk dat iedereen dat zo ervaren heeft, toch een beetje, ja, maar dat, nee, dat gaat hier, nee, dat gaat hier niet gebeuren. Okay. Ik weet wel de eerste rapportage dat we opeens 2 patiënten in het Erasmus MC hadden. En dat hoorde ik terwijl ik 's avonds thuis was. En op maandag belt een van onze skivrienden, ik ga niet mee, want ik vertrouw het niet. En ik zei, nee joh, er is helemaal niks aan de hand. En voor je het wist, nou, kregen we te horen dat we gewoon bij de 8e etage weg moesten, want we moesten corona-IC worden. En we zijn meerdere keren op huis met de longafdeling inderdaad. Ja. En het was eigenlijk heel onwerkelijk inderdaad. Ja, toen de eerste verschijnselen waren, was ik op de wintersport, want toen maakten we ons nogal zorgen om een vriendenstel dat in Italië was. Toen het echt uitbrak, was ik gewoon weer aan het werk. Wij kregen te horen op elkaar dat we niet meer weg mochten gaan. En de dag erna zou ik naar Praag gaan met vrienden. Dus dat was echt heel zuur toen ik dat nieuws horen kreeg. Nee, ik begin met de vraag, dan mag jij beginnen met antwoorden. Oké, is goed. Dat is makkelijk, want ik stel de vraag aan jou natuurlijk. Hoe heeft corona jouw werk veranderd? Corona heeft mijn werk volledig veranderd. Dus ik werk eigenlijk aan andere virussen. Wel aan luchtweginfecties, maar niet aan coronavirussen. En toen de pandemie kwam, als viroloog moet je allemaal inzetten op corona. Dus uiteraard hebben wij dat ook gedaan. Ik ben van de normale longafdeling ben ik eigenlijk naar de COVID-afdeling gegaan. En waar normaal gewoon zorg voor transplantatiepatiënten zijn we eigenlijk gegaan naar patiënten die eigenlijk aan de zuurstof liggen. En ja, we konden in het begin geen behandeling toepassen. Dus dat was eigenlijk gewoon comfort bieden en hopen dat ze doorheen kwamen inderdaad. En anders gingen ze naar de IC toe en hopen dat ze daar doorheen kwamen. Inkoop ging voor corona vooral over goede commerciële deals sluiten. Mm-hmm. Voor alles wat wij hier in het ziekenhuis doen eigenlijk. En het feit dat materialen die wij gebruiken niet beschikbaar zijn, dat is eigenlijk nooit echt relevant geweest. En toen zijn we gaan testen en protocollen schrijven om heel het IC-gebeuren naar mensen thuis te verplaatsen. Dus dat is niet een beetje anders, dat is volledig anders. De hele werkmentaliteit was anders, want het was gewoon iedereen had COVID. Iedereen ligt natuurlijk in strikte isolatie. Ja. Dus het was oké, wat moeten we doen? Wat moeten we meenemen? Lijstje verzamelen, aankleden, gaan met die banaan. Voor op die box bezig zijn, heel erg vooruitwerken. Daarna kwam je eruit met dat masker in je gezicht. En dan ging je weer naar de volgende toe. Managen dat de mensen niet in paniek raken. Ja. Dat de mensen niet denken dat ze in één keer ziek worden door hier in het ziekenhuis te werken. En dat was nooit een probleem. Plotseling heb je een hele hoop overleg wat vroeger zelden of nooit was. Af en toe hadden we overleg met het Landelijk Netwerk Acute Zorg en met het ROAS in de regio. En dat waren nu plotseling, zeker in de eerste golf, waren dat zaken die we iedere dag hadden. En het verschil is dat, net wat jij zegt, onze collega's ook allemaal of als IC-verpleegkundigen naar de IC gingen of als buddy. Dus wij waren ook heel veel personeel kwijt. Aan de ene kant is het natuurlijk vervelend dat dit er is. Maar ik ben er zeker wel rijker door geworden qua in mijn beroep. Als er dan een pandemie uitbreekt, is het toch wel erg interessant, laat ik het zo zeggen, om geneeskundestudent in het Erasmus MC te zijn. Heb je zelf corona gehad? Nee, zover ik weet heb ik geen corona gehad. Ik heb vaak mijn plasma op antistoffen getest en mijn bloed op T-celrespons getest. En ik ben een uitstekende negatieve controle. Dus. Kijk. Ik heb het ook niet bij mijn weten niet gehad. Ik ben 1 keer getest en toen was het helaas positief. Oh jee. Ja, dus ik heb ook door klachten direct de test moeten doen. Ja. Maar dat benauwde was wel best heftig. Ja. Hoe vind je dat het Erasmus MC het doet in de coronacrisis? Oh. Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag, want ik kan eigenlijk alleen maar goed kijken naar hoe onze afdeling het doet in de coronacrisis. Maar ik vind dat dat onwijs goed gaat. En binnen no time hebben we een hele corona-afdeling uit de grond gestampt, waar we eigenlijk al personeel van het hele ziekenhuis kregen om de boerderijen te houden.
Volgens mij hebben hier de patiënten nog niet op straat hoeven liggen. Nee. Alles is altijd verzorgd geweest. We hebben enorm goede multidisciplinaire overleggen. Ja, en aan media aandacht ook niet over te klagen. Nee. Dus ik ben heel tevreden. Mensen komen met oplossingen die je eerder nooit verzonnen hebt. Maar er zit een enorme elan en een enorme drijf in. Ja. Dat is prachtig. Ja, heel mooi om te zien. Ja. In een ziekenhuis waar alle ogen op gericht zijn, hè, en dan ook nog een ziekenhuis als het Erasmus. Je staat in de spotlight, dus ja, ik denk dat ze het hartstikke goed hebben gedaan. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat het Erasmus MC staat echt een beetje voorop in deze crisis. Je ziet veel, toch wel in de media erover. Er wordt veel onderzoek gedaan. Natuurlijk ook wel een paar, een soort van bekende personen is aan staan. Ernst Kuipers, ik sta er nou eentje. Natuurlijk Diederik Gommers, Marion Koopmans, mensen zijn er veel meer. Dat vind ik toch wel bijzonder. Allemaal met hun namen. Ja. De weddenbaas, de knuffelbeer en de andere. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Ook bij ons hebben patiënten niet lang hoeven te wachten. Niet de verhalen van rijen, ambulances buiten. We zijn heel veel in het nieuws en dat vind ik wel heel leuk. Want mensen zeggen dan toch ook wel van, oh, werk jij in het Erasmus? Ja. Ja, dat is toch leuk. Nou ja, vind een beetje erkenning. Hè, ja. Samenwerken met andere ziekenhuizen om elkaar te ondersteunen. En dat vind ik ook het mooie aan deze situatie. Je merkt echt dat het is met z'n allen tegen het coronavirus. We roeien met de riemen in de jap, toch? Ja. Dat is voor iedereen nieuw. Ja, zeker. Voor Erasmus ook. Zal ik de volgende gewoon pakken? Wat ga je als eerste doen als de corona voorbij is? Nou, ik denk als ik dan aan het werk ben en het wordt echt duidelijk dat het voorbij is, dan ga ik inderdaad denk ik regelrecht naar de wit. Naar de witte de wit. Stap ik in een vliegtuig en het kan me niet schelen waarheen. En dat is nu echt al een jaar geleden dat we niet op vakantie zijn geweest. Ja. En behalve vrienden en uit eten en gezellig samen dingen doen, missen we dat ook wel heel erg. Ik ben echt een fanatiek sporter. En een van de dingen die ik het meeste mis is sporten. En vooral sporten in groepsverband. Trouwen. Ah. Ja, dus ik had al een aanzoek in de planning. Oh. Dat zal je altijd zien. Gewoon lekker uit eten. En dan met een hele grote groep. Dus ik was al van plan eigenlijk een aanzoek te gaan doen toen corona net inviel. Ja, op dat moment waren de perspectieven zo onduidelijk dat ik het heb uitgesteld. En vorige maand heb ik haar ten huwelijk gevraagd. En, was geen twijfel gelukkig. Wat ga ik als eerste doen? Nou, inderdaad, gewoon eens even mensen opzoeken weer. Ik bedoel, nu zien we ze wel één bij één, maar in een grotere club. Misschien komt dat eigenlijk nog wel op nummer 1. Ja, ik denk dat toch dat heel belangrijk is. Gewoon even iemand een knuffel kunnen geven. Gewoon even bij je open armen langs kunnen gaan of zo. Even zeggen, kom hier. Ja. Ja. En niet bang hoeven te zijn dat je mogelijk hun iets aanbiedt. Ja. Begon ik net met een mooi verhaal, krijg je dat? Hè?